een gezonde en duurzame keuze is. Om 9:15 zal een korte pauze worden gehouden, waarna we ruimte is voor een debat. Functioneren is. En dan komen we nu bij wat data uit die.
Dan gaan we eens kijken wat die verschillen zijn. Westerse landen en Ghana. Noord-Ghana. Als we dan kijken naar de ouderen vanaf 55 plus, dan zien we dat in Ghana het perifere vaatlijden, dus de ziekte die je dan hebt eigenlijk met perifere vaten, de bloedvaten die wat verder van het centrum van het lichaam afzitten, perifere vaatlijden, ja, nog geen 5% in Ghana bij alle mensen. Terwijl in de VS dan zien we een aanzienlijke stijging op een gegeven moment, zeker met de latere leeftijd. En een ander gegeven is BMI, de Body Mass Index. Dat zijn die dingen die je ook meet als je naar de sportschool gaat. En hoe sta ik er nou voor? Een gezonde BMI ligt tussen de 18,5 en 25. Die ouderen in Ghana, die zaten nog onder de 18,5. Wij in Europa en in de VS zitten dus boven de 25 al op die leeftijd. Dus dan hebben we overgewicht. Nou, dat vertaalt zich dan ook naar een obesity rate. 7,5% van alle Ghanese, alle volwassen Ghanese, heeft obesitas. Terwijl in Nederland is dat 18,8%. Dat is een aanzienlijk verschil. En hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, dat is niet vanwege een of ander pilletje of een kruid van de medicijnman. Dat is ook niet omdat ze compleet andere genen hebben in Ghana dan wij. Dat is omdat ze in Ghana toch in een compleet andere omgeving wonen dan wij in Nederland. Oh, we gaan wat hard. Maar dat is een van de omgevingsfactoren die meespelen. Ik kon geen mooie afbeelding van Leiden vinden. Sorry, ik heb Rotterdam genomen. Maar is het nou? Maar je ziet wel een duidelijk verschil daardoor met die omgeving in Noord-Ghana. Dus een compound waar je met je familie dan woont. De hele dag wordt er gewerkt op het land om überhaupt eten te hebben. Dus men is de hele dag in beweging. En het eten dat er is, dat is vrij schaars. Waar wij dus eigenlijk hier in Nederland eten in overvloed hebben en juist waar beweging heel schaars is. Nou, daar kwam het volgende plaatje dan bij. Ik vind het fantastisch dat ik deze ooit gevonden heb. Waarom zou je de trap nemen als je gewoon naar boven getild kan worden? Doe dat met een traplift of een gewone lift. Dit zijn ook afbeeldingen van met relatief jonge mensen die niet per se zoiets nodig hebben. Ik vind het een wonderlijk veel. Deze heeft u misschien wel schaam. 24-hour fitness. Maar je kunt natuurlijk ook de roltrap naar je fitness nemen. Er is gelukkig nog net wel een trappetje. Maar dat is natuurlijk de absurditeit en top. En dan denkt ze van ja, maar dat zal wij in Amerika doen. Dat hebben wij helemaal niet. Nou, reken maar. Station in Leiden. Het is vaak dringen, letterlijk dringen, om de roltrap te nemen, terwijl de trap bijna helemaal leeg is. En hoeveel sneller is die roltrap nou? Helemaal niet. Die trap is eigenlijk als je hem oploopt veel sneller. Het is nog gezonder ook. Maar ik had beloofd, ik ga niet zeggen, u moet dit of dat. Die trap is namelijk ook gewoon helemaal niet verleidelijk om op te lopen. Toevallig, en daar ga ik vrijdag over praten, heb ik een gesprek met ProRail en een technasium hier in Leiden, het Da Vinci College. En zij mogen proberen de trap aantrekkelijk te maken. Dus dat is al één onderdeel van het nieuwe project. En dit is helemaal erg leuk, vind ik. En het is al, nou ja, het is jaren geweest. Volgens mij bestaat het nog. Ik kom nieuw ergens aan het werk. Want we zijn natuurlijk al helemaal van het land afgegaan. We willen allemaal liever een kantoorbaan een redelijk goed verdienen. En dan komt er zo'n arbo persoon, laat ik het graag blijven, en die komt je vertellen hoe je moet zitten. En als we allemaal zo zouden blijven zitten, elke dag weer, zoveel uren op een dag, dan gaan we 7 levensjaren van je leven af. Ja, dat scheelt aanzienlijk. Ik heb wel eens aan mijn broer gevraagd, hoe ziet jouw dag er nou uit? Hij zegt, nou, 's ochtends vroeg, staan de kinderen ook op, gaan we aan tafel, gaan we een broodje eten, zit hij aan tafel. Nou, op een gegeven moment moet hij naar zijn werk, gaat hij in zijn auto, rijdt hij naar zijn werk. Komt hij op zijn werk, nou, dan zit hij achter zijn bureautje. Ergens nog een keer een koffiepauze gelukkig, maar dan gaan ze lunchen, dan gaan ze samen weer met de groep mensen waar hij mee werkt lunchen, dan gaan ze zitten. 'S Middags het helezelfde ritueel. 'S Avonds komt hij thuis bij zijn kinderen en die gaan natuurlijk allemaal dingen aan hem vragen. En dan zegt hij, nee jongens, mijn zoon moet even zitten. Zo werkt.
Eigenlijk tot en met. Maar goed, je kunt ook samenwerken. Dat is wat wij doen bij de Academy. Zit je nou heel veel, zeker als je heel veel beeldschermtijd hebt, dan word je in Amerika een couch potato genoemd. En ik vond het wel een frappante getal. Malta, 72% van de mensen geeft aan. Geeft aan dat ze niet de norm halen, die dan ergens voor iemand gesteld is, om 30 minuten, 5 dagen in de week, mild tot intensief bewegen. Dat is aanzienlijk. Bangladesh zit natuurlijk een heel stuk later, maar wel weer wat harder werken. Dus het komt mij wel aan beweging toe. Wij hangen er ergens in het midden. We zijn hier niet in opgenomen in Nederland, maar we hangen er ergens in het midden. Ja. En dit willen we natuurlijk voorkomen. Ja, dan gaan we individueel denken van ja, hoe kunnen we dat dan voorkomen? Dan krijg je allemaal van die dieetboeken en sportschoolabonnementen. Dieetboeken, ja, als er één gewoon heel goed was, dan hadden we er ook maar één nodig. Het feit dat er duizenden van die boeken zijn, geeft al aan dat het dus eigenlijk niet lang duur werkt. Hetzelfde gaat met de sportschool. Het is januari, veel mensen hebben weer bedacht, nou, ik heb goed voornemens, ik ga weer naar een sportschool, ik ga er weer eens wat aan doen. Op zo'n sportschool, 3 keer in de week een uurtje, ja, dat doe je wel iets. Maar dan word je een active couch potato van. Als je nog steeds de hele dag in het werk zit, thuis zit, en 3 keer in de week een uurtje naar de sportschool, dan zet dat niet zoveel zo aan. Straatwerken, bewegend werken is een stuk beter. Maar goed, daar ging het niet over. Dat waren de dingen die je zelf kon doen. Dit zijn dingen waar mensen zich mee gaan bemoeien. Interventies. Die gaan interveneren in jouw leven om je gezonder te maken. Loket gezond leven van de overheid. Er zijn 309 interventies in beschreven. En maar liefst 5 van de 309 interventies hebben een sterke aanwijzing voor effectiviteit. En de rest is allemaal minder. 309 interventies en er zijn er 5 die, nou ja, misschien een beetje in aanmerking komen om je gezonder te maken. Toevallig van die 5 zijn er 3 alleen maar gericht op depressieve ouderen. Dus die hebben een heel specifiek interventiepakket. Dus dat is niet eens eigenlijk waar we het vanavond over hebben. Nou, wat kunnen we dan wel doen? Ik had gezegd, we moeten iets met die omgeving doen. En daar wil ik u toe verleiden om daar iets mee te doen, zodat die omgeving u weer verleidt. Maar dan moet ik eerst even iets anders uitleggen. En laat ik eerst even beginnen bij dit boek. Van Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar, Thinking Fast and Slow. Dit is een geweldig boek om te begrijpen in detail waar ik nu heel kort even over ga spreken. En dat is dat we eigenlijk 2 beslissystemen hebben in ons brein. We beslissen op 2 manieren, snel en langzaam. Dat is hier een beetje artistiek weergegeven, want het wil niet zeggen dat in onze rechter hersenen de snelle beslissingen worden genomen en links de langzame beslissingen. Dat is de artist impression. Maar 2 systemen, een snel en langzaam systeem. Dat snelle systeem, ja, dat gaat eigenlijk allemaal automatisch. Dat gebeurt impliciet. Dat gaat razendsnel en kost bijna geen moeite. Milliseconden werk is dat vaak. Dat andere systeem, dat is een stuk langzaam. Daar hebben we de context ook niet voor nodig, maar juist wel bij het snelle systeem de context zeer bepalend is. We kunnen uit de context treden. En gaan nadenken, het kost wat meer mentale inspanning om er uiteindelijk tot een beslissing te komen. Langzaam, meer expliciet, wordt de beslissing uiteindelijk genomen. Nou, een voorbeeld. Als je nou op een gegeven moment moet verhuizen, dan maak je uiteindelijk meestal, als het goed is, de beslissing thuis. Daar ga je alles overwegen. Dat kost dus wat mentale kracht. Daar ben je echt wat langzamer mee bezig met dat proces. En daar neem je de tijd voor. Je hoeft niet per se in de context te zijn om de beslissing te nemen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wanneer je gaat beslissen waar je je kinderen naar school wilt sturen. Wat voor school is het? Worden daar goede cijfers gehaald voor andere leerlingen? Wordt er goed lesgegeven? Is het een vrije school? Is het een openbare school? Al dat soort zaken die neem je in overweging, maar dat kun je gewoon thuis doen. En ook eventueel in overleg met iemand anders natuurlijk. Dat is allemaal in het langzame systeem. Gaan we even naar het snelle systeem. Wie durft te zeggen wat hier staat? 13.
13? Ja. Maar de context bepaalt nu wat uw keuze zou zijn. Als we de context nu veranderen, dan staat er iets anders in. En zo werkt het met heel veel zaken. Dat langzame systeem waar ik het net over had, met beslissen wanneer je een huis gaat kopen of beslissen waar je kinderen naar school gaan. Dat soort beslissingen komen niet zo vaak voor. Dat je er even goed de tijd voor neemt. Die illusie hebben we wel, dat we daar allemaal controle over hebben. Maar de meeste beslissingen, verreweg de meeste beslissingen, worden genomen op een impliciete wijze en razendsnel. Dan gaan we langzaam voorbeelden, denk ik. Wat ligt er bij de kassa in de supermarkt? Snoep en frisdrank. Of bijvoorbeeld bij een tankstation. Dat vind ik ook nog heel erg wonderlijk. Als je dan gaat tanken tegenwoordig, en je gaat niet bij zo'n pinpomp, maar je gaat echt naar binnen naar een winkeltje, dan wordt er ook nog eens bij de kassa gevraagd, wil je nog even iets? Ja, doe maar erbij, dan pak je kou. Ik kwam om te tanken, ik kwam helemaal niet kou aan te halen. Die impulsaankopen, die worden je zo aangeschreven. En het werkt echt bij iedereen. Op dezelfde manier. Nou, zo heb je allerlei reclames. Of als er iets beschikbaar is, u bent allemaal gaan zitten hier. Er stonden allemaal stoelen. Je had ook gehad kunnen blijven staan. Achterin staan de heren in het hoofd van het heel braaf. Zijn een stuk fitter dan u. En hoe we helemaal een beetje in de maling worden genomen, dat is met het onderste voorbeeld. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Links de gezondere keuze binnen deze productgroep. Inmiddels hebben we volgens mij, als je ergens in de zuivelafdeling gaat kijken, hebben al die zuivelproducten dit vinkje staan. Dan vraag ik me altijd nog af, is het dan inderdaad gezonder dan al die andere dingen die hier staan? Maar ten opzichte van wat? Het vinkje is geworden tot iets waardoor wij onbewust een beslissing nemen, oh ja, dat zal wel goed zijn, dat neem ik mee. En dan worden we helemaal, in de maling van was het dan ook nog bij de bewuste keuze. Misschien was het ooit wel een goede intentie van de mensen die het ontwikkeld hebben. Maar het is uiteindelijk een onbewuste keuze geworden die je maakt. En waar hoort het dan bij eigenlijk? Een goede keuze binnen de schijf van 5. En een goede keuze buiten de schijf van 5. Dus het voedingscentrum heeft hier een grote hand in. Nou goed, heel veel speelt dus in de marketing. Maar er wordt natuurlijk ook gewoon onderzoek naar gedaan. Hoe werkt dat nou met die impliciete beslissingen en angst? Linksboven ziet u een van de vele Marlboro Men. Overigens hebben er een aantal versleten. 3 daarvan zijn overleden aan longproblemen. Longkanker, longemfyseem en COPD. Maar er is ook onderzoek gedaan, zeker ook aan de Radboud Universiteit. Want ik hou de dingen liefst een beetje dit mogelijk naar huis in Nederland. Zien roken, doet roken. Als iemand die een beetje in vertrouwen hebt, zegt van ik heb wel heel erg trek in een sigaret en je bent een roker, dan ben je veel eerder geneigd om dan ook een sigaretje op te steken dan wanneer je daar niets over zegt. Het zien roken, het horen over roken, dat doet gewoon roken. En daar zijn gewoon heel duidelijke cijfers over. En ik wilde u niet vervelen met cijfers, ik had er net een paar gekomen nog, maar ik vind de afbeelding altijd leuk. Rechtsonder is een afbeelding uit de film Barfly met Mickey Rourke. Dat gaat allemaal over drank. Studenten, want dat zijn bijna altijd studenten die ze in zo'n onderzoek betrekken, die hebben ze films laten zien. Dezelfde film, alleen in de ene film zijn alle fragmenten met drinken, alcohol drinken, er wel inbegrepen, en de andere film niet. De film hebben ze sowieso ingekort, maar het is dezelfde soort film, dezelfde beelden, dezelfde violence en seks in de film, maar in de ene variant wel drank, in de andere variant niet drank. Er werd binnen een uur, anderhalf glas meer gedronken door de mensen die de alcoholfilm hadden gezien, zeg maar, dan de mensen die alcoholfilm niet hadden gezien. Anderhalf glas per uur, nou ik weet niet hoe lang uw filmavondje duurt. Dus als je tijdens de film kunt blijven doordrinken, dan gaan daarna nog wat glazen erbij. Als je daarna nog een borreltje gaat drinken, dan wil dat wel. We worden erdoor beïnvloed. Het gebeurt gewoon. Een oud-tante van mij, kom ik weer even terug bij het roken, die las boeken bij de vleet.
Maar elke keer als er in dat boek iemand een sigaret opstak of een slokje nam, dan deed zij dat ook. Zij eindigde haar avond altijd briljant, een beetje doorrookt, maar knetterdronken. En viel toen vervolgens uiteindelijk in slaap. Nou, al die dingen die je een beetje kunt beïnvloeden, dat zijn eigenlijk een soort van nudges. Dus een duwtje in een bepaalde richting. En een nudge is tegenwoordig ineens een hele hippe term geworden. Terwijl het niks nieuws is, verder onder de zon. Alleen nu wordt het ineens ook gebruikt om mensen mogelijk een duwtje te geven in een bepaalde richting van gezondheid, geluk. En dat zijn de dingen die we dus ook kunnen doen door die omgeving aan te passen. Maar eerst nog even wat andere nudges. Meer vanuit het oogpunt van ik wil meer geld verdienen. Op welk knopje zou u drukken? Het is wel heel duidelijk hè, dat dit is helemaal opgelicht. De upgrade waar je bijna $30 voor moet betalen. Terwijl als je eigenlijk gewoon simpel een updateje wilde. Het is vrij lastig zoeken, want het is helemaal grijs en het is helemaal onduidelijk gemaakt. Dit is een nudge in een bepaalde richting en vooral een nudge in de richting van wij willen meer geld verdienen. Nou, daar kun je ook een beetje onderzoek mee doen. Hoe zit het dan met percentages als je iets er wel of iets er niet in stopt? Sorry voor het slechte beeld, maar ik zal het even uitleggen. Dit is een abonnement op The Economist. En je kunt een abonnement kiezen alleen online, dus online alles moet lezen, $59. Je kunt een printversie kiezen, $125. En je kunt een print- en online versie kiezen, ook $125. En waar kiezen de mensen dan voor? Niemand kiest voor dat ding alleen maar de printversie, want ja, 2 voor de prijs van 1, nee, het is even scoren. 84%. Haal je nou die middelste weg? Wat hou je dan over? Ja, dan kies toch ineens heel veel mensen alleen maar voor die online versie. 68%. En de verhoudingen zijn ineens helemaal anders. Stop onderdrukking. Nou, die nudges die kun je dus gebruiken om niet alleen geld te verdienen, maar om ook andere zaken te regelen. Dit is voor de heren een hele duidelijke nudge. Ik weet niet of de dames het überhaupt weten, maar dit maakt dat je wat minder vaak buiten de pot piest. Letterlijk dan. Dit vind ik een hele enge nudge. Dit is in Canada. Daar hebben ze een spelend kind op de weg getekend, met krijt, om ervoor te zorgen dat mensen minder hard gaan rijden. Maar dat kan ook op andere manieren lijken. En dit is een bekende die we ook wel zijn tegengekomen, iedereen die auto rijdt. Of heb ik zelf nog eens op de racefiets proberen om hier een niet-smaaien te krijgen. Maar nudges zijn zeker ook onderzocht in de zin van keuzearchitectuur. Want dat is eigenlijk waar dat hele gele boek een beetje op gericht is. Hoe richt je nou iets in zodat je de keuze verandert van mensen? En in Denemarken hebben ze twee leuke onderzoeken. Ietsje verder van huis. Het eerste onderzoek is, bij een opera heb je op een gegeven moment een pauze, gelukkig, want dat duurt meestal lang. En alle mensen die naar die opera gegaan zijn, die hebben ze uiteindelijk voor de pauze gesplitst in 2 zalen. Met een soort idee van de mensen, jongens, het gaat om de veiligheid, we moeten de mensen een beetje splitsen. In 1 zaal werd wat normaal door de cateraar werd aangeboden, brownies neergezet en appels. Hele appels. En de hele brownie. In de andere zaal hebben ze de appels in 4 partjes gedaan. En de brownies gehalveerd. En toen zijn ze gaan kijken van ja, hoeveel brownies en hoeveel appels worden nou gegeten. En die zaal waar de appelpartjes werden gemaakt en waar de brownies werden gehalveerd. Daar lag het toch allemaal een beetje anders dan in de zaal waar de normale gang van zaken was. Want er werden 80% meer appels gegeten. En 30% minder brownies gegeten. De manier van aanbieden bepaalt dus eigenlijk wat je doet. En zo worden we heel erg door beïnvloed. Diezelfde groep die deed ook onderzoek, dat is het onderste deel, naar de bordgrootte bij diezelfde cateraar als van bij de opera. Was er ergens dan een buffet. En er werd gekeken hoeveel eten moeten we nou uiteindelijk weggooien. Omdat mensen dat op hun bord hebben laten liggen en het uiteindelijk in de vuilnisbak kiepen.
Een bord van 12 tot 14 inch, dat is fors hoor, dat zijn borden die ze in de VS gebruiken. Ja, dat leidde toch tot 30% meer afval dan wanneer je een bord zou nemen met 9 inch, van 9 inch. Terwijl die mensen allemaal gewoon verder met die eten wat ze willen eten, maar wat ze op hun bord laten liggen. Ja, op een groot bord blijft er ook meer uiteindelijk aan afval op liggen. Het is wel grappig, want ik kom er misschien straks nog even op terug, maar de Blue Zones, ik hoop dat mensen er bekend mee zijn. Daar zijn ook projecten van gestart in de VS en een van de aanbevelingen vanuit de VS is, als je in zo'n Blue Zone zit en je wil meedoen aan een project, koop een 10-inch bord. Maar ik heb contact gehad met die mensen van de Blue Zones. Graag veel kunnen voor jullie het een en ander vertalen, want misschien willen mensen in Nederland dat ook gebruiken. Een 10-inch bord, dat was dus het advies nadat mensen van 12 of 14 inch komen om minder te eten. Zij wilden volhouden dat wij dat moesten blijven schrijven, een 10-inch bord, terwijl we in Europa bijna allemaal 9-inch borden hebben. Dat zou dus betekenen dat we mensen meer laten eten. Gaan we weer even terug naar Nederland, naar Utrecht. Onderzoek van Papies en van Koningsbrug. Heel simpel, heel eenvoudig. Alle mensen die in de supermarkt binnenkwamen, die kregen een briefje in de hand. Een recept. Op het ene briefje stond bovenaan het recept. Nieuw receptidee. En onderaan, probeer nu. En voor de andere mensen, voor het andere briefje gold, gezond en goed voor de lijn. Weinig calorieën stond er dan boven en onder het recept. Voor de mensen die niet zoveel overgewicht hebben, geen over. Nou, dat bleef allemaal een beetje gelijk wat ze uiteindelijk kochten. Maar de mensen die, het wordt steeds vager niet. Mensen die veel overgewicht hadden, die kochten uiteindelijk 75% minder snacks tijdens het shop. En dat was niet omdat ze de hele tijd dat recept voor ogen hielden. Ze hadden er één keer een blik op geworpen aan het begin. Of ze daarna nog de nadruk kregen, dat maakte niet uit. Maar uiteindelijk bij het afrekenen 75% minder snacks. Ja, en dat soort dingen gaan ze uiteindelijk gebruiken. Dat noemen we priming. Je gaat mensen primen van tevoren in hun gedrag. Wat gaan ze dan uiteindelijk daarmee doen? En priming werkt ook, dit vond ik ook wonderlijk. Dit is bij een supermarkt in Engeland, Morrisons. Dat is een grote keten. Daar hebben ze gewoon allerlei van dit soort posters geplakt. Er staat zo'n kartonnen dokter ook in de zaak. En die zegt je dat je gezonder moet boodschappen doen. Hier wordt dus uiteindelijk 20% meer groente en fruit verkocht. Simpel door te primen. Dan gaan we naar wat meer bewegingsideeën en terug weer naar die trap. Want die trap vind ik toch altijd wel interessant. Linksboven is de trap van de Hogeschool Leiden. Of niet de trap, ze hebben meerdere trappen, maar het is een van de trappen, midden in een grote hal. Dit is een trap die dus inderdaad uitnodigt om beloofd te worden. Je kunt heel duidelijk zien, ik vind het een geweldige ontwerp, heel duidelijk zien, oké, die trap leidt naar die etage, daarna kan ik naar die etage, vervolgens naar die etage. Dus je weet meteen waar je naartoe gaat, moet ik naar de eerste of tweede, hup, ik loop die trap op. En die liften die zijn er achterin verstopt. Dat is een mooi ontwerp, toch? Dan gaan we mensen al wat meer inlichten van hoe het zit. Hoeveel calorieën verbruik je nou als je die trap uiteindelijk oploopt? Dat is een trap in Japan op een universiteit. Hier rechtsboven is Singapore. Let's climb the stairs to fitness. Dat maakt het net iets interessanter. Dit zijn allemaal afbeeldingen die leerlingen van ons gaan krijgen, wat ze mogelijk kunnen doen. Als ze met een eigen idee komen voor het station. Ik ben erg benieuwd. Ik hoop dat u versteld zult staan. Nou, dit is de meest grove, maar wel de leukste. Dit is een metrostation in Korea. Neem de trap en je blijft een dunnetje, pak je de roltrap en dan word je bolle vet. Je kunt dus inderdaad allerlei dingen doen met je ontwerp. Ik zou echt zo'n huis willen hebben. Dit is van Japanners. Aan de achterkant zit iemands werkbureau. Hier is gewoon de trap, het is ook meteen een kast. En het is een glijbaan voor iedereen. En denk maar niet dat alleen de kinderen hier vanaf gaan. Die ouders die gaan ook de hele dag op. Dat is toch prachtig. En dit is iets waarvan ik hoop dat het in Leiden ook gaat gebeuren. Dit is Montreal. In Canada. Waar ze elk jaar, nu al een aantal jaar achter elkaar. Als het niet heel hevig sneeuwt. 40 schommels neerzetten. Ze hebben in Utrecht iets soortgelijks geprobeerd.
Die schommels maken ook muziek. S'avonds zit er verlichting onder het plateau. Het feit alleen al dat je die dingen neerzet, dat nodigt dus uit dat mensen met elkaar in interactie gaan. Dat mensen meer bewegen. Het is toch meer bewegen dan staan of zitten op een bankje. En gewoon ook veel meer plezier hebben. En dit is dus wat ik hoop dat waar u aan wilt meewerken om in Leiden voor elkaar te krijgen, dit soort zaken. Kijk in je eigen omgeving, wat kan ik nou doen om te veranderen, waardoor we meer sociale interactie hebben, meer bewegen, beter eten en eigenlijk ook gewoon een veel leuker leven hier in Leiden. Nou, dan kun je het ook een beetje doorvoeren. Dit is het kantoor van de toekomst volgens Barbara Visser en Erik Rietveld. Het zijn twee ontwerpers uit Amsterdam. Erik Rietveld houdt zich heel erg bezig met affordances. Dat is dus hoe verhoudt mijn lichaam zich tot alle objecten in de ruimte. Is er een stoel, dan kan ik op zitten, maar kan er ook op staan. Dus met al die objecten kan ik allemaal verschillende dingen. Een bushokje kun je onderschuilen. Je kunt er ook op staan als je favoriete voetbalclub langskomt. Maar zo kun je dus ook je hele kantoor anders inrichten. Met overigens veel meer staan. Dit is het derde boek dat ik dan wil aanprijzen. Dat is Making Healthy Places. Een zeer interessant boek om te kijken van wat kun je nou veranderen in je eigen omgeving om het gezonder te maken. Maar wat willen wij dan met Leiden Academy? Wij willen graag dat iedereen gaat meewerken. Mensen die, ja sorry, het is allemaal in het Engels, maar uiteindelijk wordt dit platform in het Nederlands gemaakt. Dat mensen hun ideeën die ze thuis hebben uiteindelijk gewoon gaan vertellen op dat platform, met elkaar willen delen. Mensen van hun straat of wijk of buurt, de werkplek, nou dan staan er bijvoorbeeld een paar werkplekken hier aangegeven. Je klikt erop en je kan zien wat zij op hun werkplek doen, hoe zij het een en ander aanbieden. Een voorbeeld, ik was laatst met Zorg en Zekerheid aan het praten. Zorg en Zekerheid heeft nu een kruidentuin voor de medewerkers. De catering die zorgt ervoor dat ze gezonde eten hebben en op een andere manier aanbieden, zoals ik net verteld heb. Als je het maar anders aanbiedt, dan wordt er ook anders gegeten. En zij denken daarmee het een en ander te bereiken. Bereiken ze dat ook? Ja, als we naar de overkant van die weg gaan, dan kijken we bij de bedrijven die horen bij Johnson & Johnson. Dat zijn Crucel, Mentor en Janssen Biologics. Elke dollar die zij investeren in het beter maken voor hun werknemers, dus overal fruit dat makkelijk te pakken is, meer beweegprogramma's of wat dan ook, anonieme online en telefonische en uiteindelijk fysieke interactie voor sociale en psychologische hulp. Alleen al door dat soort dingen aan te bieden, elke dollar die ze investeren, krijgen ze 4 keer terug. Dus het levert ook nog wat op. Nou, dat willen wij dat iedereen probeert om wat zij hebben veranderd in hun omgeving weer te geven in Leiden, zodat anderen daarvan kunnen leren. Dit is een website waar alle gegevens op komen. Er komt een Facebookpagina bij voor veel meer communicatie. Instagram voor als je echt een prachtig beeldje hebt natuurlijk om te laten zien. En Twitter voor alle nieuwe dingen die zijn ontstaan. Daarnaast gaan wij dit soort lezingen geven, proberen mensen te overtuigen van het feit dat ze zelf hun omgeving kunnen veranderen. En wij gaan allerlei events organiseren. Dan denkt u van ja, werkt dat nou allemaal wel, dat is heel interessant. Ja, dat werkt. In de VS hebben we de Blue Zones Project. En dat lijkt een beetje op wat wij doen, alleen wij proberen wel te telen, echt voor ons pasbaar te maken hier in Leiden. Maar daar zijn ze een project gestart waarbij mensen ook veel meer als een gemeenschap het een en ander wisten te regelen, te organiseren. De levensverwachting binnen een jaar nam toe, dat klinkt dan heel raar, binnen een jaar nam toe met 2,9 jaar. Dat is de geprojecteerde levensverwachting. Ja? Je neemt alles in ogenschouw en je kijkt dan, oké, als dit dan allemaal verandert, dan neemt die levensverwachting toe met 2,9 jaar. Ziektekosten bij de werknemers van de lokale overheid. Bijna 50% afgenomen. Dat is waanzinnig. Het ziekteverzuim. 21%. Gemiddeld nam men 1,5 kilo af. Dan denk je, ja, dat is niet zoveel. Maar als je met een hele populatie gemiddeld 1,5 kilo afneemt, nou, dat drukt de zorgkosten wel. En we hebben nog iets anders erbij gemeten. 44% van de bevolking zet samen 75 miljoen stappen. Dus het werkt. En ik wil u daarom uitnodigen
om hierover mee te denken. Leuke projecten te bedenken voor bij u in de buurt, op uw werkplek, op de scholen van uw kinderen. Alles mag, alles kan. En die aan ons door te geven, als uiteindelijk dat platform er is. Is er nu nog niet, kunnen we altijd mee. Dank u wel.